Robert, doelpuntloos gelijk speel je in de Arena, maar wat een wedstrijd. Ja, leuk. Groeien in de wedstrijd. Ik kreeg ook de kans om te groeien in de wedstrijd. En ik heb mijn momentjes gehad in de tweede helft dat ik er moest staan. Klopt. Ja, je zegt het al. Ik zit een beetje op internet te kijken. Swinkels, de held van ADO, wordt gezegd. Voelt het ook zo? Nee, want ik heb een paar jongens voor me staan die ook die ballen weg eruit koppen. En ik weet, Donny gooit er nog een keer bij de paal. Je hebt iedereen nodig. En dan is het des te gaver dat je het met elkaar kan vieren na de wedstrijd. Maar hoe lekker ging het vandaag met jou? Nou, het ging goed. En ik had de momenten dat ik ervoor kon komen, zat ik lekker kort. En ik denk dat ik gewoon een prima wedstrijd heb gekiept. Ja, absoluut. Ja, ik sprak met keepertrainer Raymond Mulder. Die zei ook al van heen tegen Ajax was hij ook al zo goed. Wat is dat? Ik geen idee. Nou ja, goed. Ze laten hem ook een beetje in die wedstrijd komen natuurlijk. En kijk, als je onhoudbare ballen krijgt, dan is het wel eens lastig. Maar ik kon groeien in de wedstrijd. En dat was heerlijk. Dus, ja, je was uitblinken, maar het is ook een collectieve prestatie, hè, deze 0-0. Ja, absoluut. Wat ik net zei, je hebt ze allemaal nodig. Immers die veel wegkop aan het eind. Beugelsdijk die er lekker in klets. Ja, ik heb al die boys nodig. Wat zegt dit op dit moment over ADO Den Haag? Je houdt je toch knap staande hier in de Arena. Het gaat gewoon echt de goede kant op. Zeker. En vooral teamgeest, denk ik. Dat groeit en dat zie je. En we vechten voor elke meter. En vandaag was het misschien een punt het maximaal haalbare. En dan slepen we dat er ook uit. En dat is gewoon kicken. Ja. Ja, is het op dit moment ook echt genieten in het veld? Ja. Ja, daar heb ik niet echt tijd voor. Dus dat doen we vaak daarna. Kijk toch even 10 keer terug. Maar toch voor jou ook, hè? Je hebt een contract voor een bepaalde tijd nu getekend, 2 weken geleden. Je keept gewoon hartstikke lekker. Hoe mooi is dat? Nou, dat is mooi. Ik zou nog graag een jaartje verlengen dan. Nog een jaartje extra erbij. Nou ja, dat is leuk. En je moet genieten als het goed gaat. En er komen ook altijd mindere tijden aan. Dus je geniet er gewoon even heerlijk van. Ja, 5 duels ongeslagen. Fons Groenendijk noemt de play-offs een gezonde ambitie. Hè? Iets, niet iets wat moet, maar wat misschien wel kan. Nu komen Sparta, NAC en Excelsior komen eraan. Hoe ga je die serie in? Nou, ik kijk niet zo. Ik kijk gewoon lekker naar Sparta. De eerste wedstrijd, want daar vallen de punten te halen. En wat daarna ligt, dat zien we dan wel weer. Maar de eerste die voor de poort staat is Sparta. En die moeten we gewoon bestrijden. Ja.